Dag, hier Bas van de Carpje Specialist. Leuk dat jullie weer kijken naar een ijskoude Carpiecast. Want de temperaturen gaan flink naar beneden. Het is 23 november en weer bomvol met nieuws. Karpervideo's, uitzettingen, nieuw betaalwater en natuurlijk gelukkig ook nog wat zware karpers. We trappen af op Paris Carp Fishing. Paris Carp Fishing is het enige water wat een Black Friday korting aanbiedt. Normaal gesproken zijn we niet zo van de kortingen, maar de jongens van Paris Carp Fishing vonden dat wel een leuk idee. Dus vooruit, daar gaan we weer mee. Mocht u tijdens het Black Friday weekend, dus van komende vrijdag tot en met komende maandag, een reisje boeken naar Paris Carp Fishing, zet er even bij in de opmerkingen Black Friday. Dan krijgt u bij aankomst volgend jaar, als u die kant op gaat, een mooie zak pallets van de jongens te plaatsen. Dus 25 kilo pallets en ook een leuk presentje van de Carp Specialist. Bovendien is de eigenaar van Paris Carp Fishing behoorlijk actief met uitzetten van grote karpers. Zo ook afgelopen week heeft hij 12 karpers tussen de 16 en de 20 kilo uitgezet op Etang Ideal en Etang Palmieren. We hebben voor volgend jaar nog diverse midweken beschikbaar, dus wacht niet te lang en sla uw slag. Dan gaan we naar Dragon Island. Dragon Island, prachtige, wierrijke big fish water in de Franse Champagne regio. We hebben Bianca en Lisette daar gehad. En die hebben een fantastische sessie hier neergezet. De video is klaar en we zijn er hartstikke trots op. En nou ja, hier rechts het linkje om hem te bekijken. Ga er echt even voor zitten, want het zijn super, super, super gave beelden. Dan gaan we door naar Loch Ness Carp. Eigenaar Fred kijkt terug op een taai seizoen op Loch Ness. Er is zeker vis gevangen, met name een aantal hele grote exemplaren die op de kant zijn gekomen. Maar door de droogte was dit jaar echt heel erg wierrijk op Loch Ness. Want de visserij echt alleen maar geschikt maakt voor ervaren vissers. Daar hebben we onder andere Jelmer Simmers gehad, die afgelopen zomer wat mooie vis wist te vangen. En aan de hand van de feedbacks en de vangst heeft de eigenaar besloten om wat vis bij te gaan zetten. Het zal in totaal zo'n beetje 100 karpers worden. En de eerste 40 karpers zijn deze week gearriveerd. En de volgende later dus nog zo'n 60 karpers. Afgelopen week hadden we nog een Franse gast op stek 1. En die ving een 24 kilo schubkarper. Dus al met al ziet het er goed uit op Loch Ness. Met de uitzettingen die op stapel staan voor deze winter, hopen we dat de vangsten voor volgend jaar in aantallen iets gaan opkrikken. Nou ja, waar de vangsten in ieder geval goed opkrikken is op Etang Châtelain. Eigendom van de sympathieke familie Gnodde, het mooie Franse château. En een viertal visstekken rondom het water. Dus extreem veel visruimte en op elke visstek een mooi huisje. We hadden daar aan het eind van het seizoen Wessel en Raoul te gast op stek 1. En die jongens wisten precies 10 mooie karpers te vangen. Waaronder 2 vissen van 20 kilo. Dus zoals je aan de foto's kunt zien, echt hele prachtige originele vissen. Ze vingen dus vissen tussen de 4 en de 5 meter diepte. Het wordt natuurlijk al wat kouder. En ze hadden qua aas zowel de grain baits als MTCB. En ze visten gewoon een eenvoudige combi-rig aan een PB hit and run leader. Ook voor volgend jaar is er op Châtelain nog plek zat. De jongens gaan deze winter ook weer vis uitzetten. En zoals jullie kunnen zien op onze website, de huisjes zijn fantastisch. Urkergastvrijheid. Het is echt een fantastisch domein om te vissen. Niet alleen voor de visserij, maar ook zeer zeker voor de natuur. Op Châtelain hebben we Barry, op Saint-Jean-Vrain, daar hebben we Barry Jansen te gast gehad. Barry Jansen is een van onze vaste visvrienden en fanatieke karpvissers die voor ons de BTW Reveal schrijft voor KWO. En deze keer is hij naar Saint-Jean-Vrain afgereisd. Daar heeft hij een prachtig artikel geschreven, een hele mooie video gemaakt, maar nogal veel belangrijker natuurlijk, heeft een aantal hele mooie karpers gevangen. Saint-Jean-Vrain, het oude Castle Lakes, is een fantastisch leuk domein met hele sympathieke eigenaresse, Sandrine en haar familie. Wanneer je houdt van rust, ruimte, mooie jonge vis, dan is Saint-Jean-Vrain de moeite waard. En de topvis weegt zo rond de 30 kilo bij zijn laatste vangst. Deze winter gaat het water afgenet worden. Het is niet zozeer voor de karpers te tellen, maar het is vooral om gedeelte van het voren- en het roofvisbestand te verwijderen. We hopen dat we tijdens die afnetting ook wat grote karpers in de netten krijgen, dus dat we u wat foto's kunnen laten zien van wat er zoal rondzwemt. Dan gaan we een heel stukje dichter bij huis naar Vissen bij Anna. Daar hadden we Joyce en Michael Kolen op bezoek gehad. Joyce en Michael die vissen veel op onze wateren en vooral Michael is een echte nerd. Die is helemaal gek van alles wat met techniek te maken heeft en maakt voor ons dieptekaarten. Hij heeft het Broek, het Eendeveld, de Domeinenput al gedaan en de Karperhoeve, Karp Insula. En dit keer was hij natuurlijk bij Vissen bij Anna, dus daar heeft hij ook zijn voerboot met dieptemeter overheen gegooid. En het resultaat is een prachtige dieptekaart die onze gasten zeker gaat helpen. Nou, heeft hij niet alleen die dieptekaart gemaakt, maar hij heeft natuurlijk ook gewoon nog ouderwets gevist.
Afgelopen weekend was het in ieder geval Nederland dikke nachtvorsten. Dus ze hebben het ijskoud gehad. Maar toch nog een paar mooie vissen op de kant weten te krijgen. Dan gaan we naar Windmill Lake. Op het Windmill Lake hebben we twee wateren open voor de visserij. Het grote Windmill Lake en het kleinere Windmill Family Lake. Maar er is ook nog een derde water, het Kweekmeer. En het werd, na enkele jaren werd het nu tijd om het Kweekmeer eens af te netten. Anton en Diaan, een hele groep vrienden en familie, hebben de handen ineen geslagen. En hebben een heel weekend gebuffeld om het Kweekmeer te legen. En dat is echt heel erg mooi gelukt. Er zijn flink wat vissen uitgezet naar Windmill Lake en naar Windmill Family Lake. En Kelly en Corrie uit België hebben daar een prachtig fotoverslag van gemaakt. Het linkje staat hieronder ergens of hierboven. Kijk hem zeker eens op de site, foto's en alle informatie. Maar beide wateren zijn dus heel wat mooie karpers rijker. Dan gaan we naar Carp Insula in België. Daar hebben de jongens van BNS Carp Fishing op bezoek gehad. Vier gasten, waarvan eentje met een visuele beperking, die is wat slechtziend. En daar hebben ze een hele leuke challenge omheen gemaakt. De video zie je dus niet alleen hele mooie vangsten van Carp Insula, maar vertellen ze ook bovendien meer hoe het is om te karpenvissen met een beperking. Dus een hele leuke en leerzame video die echt het moeite waard is om te bekijken. Dan gaan we naar de karperhoeve Timmy's Lake. Daar hebben we ook bekende vissers gehad, namelijk Jelmer Simmers is weer eens op pad geweest. Zijn weekendje met zijn vismaat Floris geweest, twincarp.nl. Account natuurlijk van Jelmer is mega populair. En die jongens weten in een visweekendje op Timmy's Lake fantastisch goed te vangen. Jelmer is een echte wiervisser, heeft er veel ervaring mee. Deed het onder andere ook goed op Loch Ness. En in deze video laat hij zien hoe je het beste kan vissen op afstervend wier. Omdat het natuurlijk nu al wat later in het seizoen is op Timmy's Lake, valt het met de wieroverlast reuze mee. En Jelmer geeft er goede tips voor. En er komen natuurlijk ook weer een aantal zware vissen op de kant. Dus bekijk de video. En dan sluiten we deze Karpiecast af. Ons nieuwe betaalwater, Etang Ilot. Collega Remco is er van de zomer geweest en samen met Samantha. En die heeft een hele leuke visweek gehad. Het is een superleuk betaalwater. Net iets ten oosten van Parijs. Echt iets onder de Champagne-regio als het ware. Een klein watertje met een leuke blokker eraan. Superleuk om te vissen met twee vissers. Dan heb je ruimte genoeg. Veel te doen in de omgeving en veel rust, ruimte en privacy. En een mooi visbestand met vissen tot zo'n 25 kilo. En bovendien met 800 euro in de week ook prima betaalbaar. Dus zeker de moeite om eens te bekijken. Hopelijk tot volgende week weer. Hopelijk is dan ook iets beter weer. Graag tot ziens bij de volgende Karpiecast. Ciao!